Namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze kerkdienst in Kleefskerk. Vandaag is dominee Jan Nauta uit Middelburg onze voorganger. De organist is Ineke Wijkhuis en de videoopnames worden weer gemaakt door Bert Bakkers. De koster vandaag is Chris Baan. De bloemen die zijn vandaag voor Jannie van Tilburg. Alle liederen die kunnen dus weer meegezongen worden omdat er voldoende geventileerd wordt. En na afloop van de dienst zal er buiten koffie gedronken kunnen worden. De collectevazen die staan weer achter in de kerk. En de eerste collecte is voor de kerkmeesters die bestemmen voor het energieverbruik. En de diaconie collecte is bestemd voor het werelddiaconaat. En dan met name voor Ghana met als motto een sterke kerk op een kwetsbare plek. Er zal een extra uitgangscollecte zijn en een extra derde collecte zijn voor de aardbeving op Haiti. En aan het einde van deze dienst, na het gezongen Amen Amen, wordt u verzocht weer te gaan zitten en op aanwijzing de kerk te verlaten. Volgende week zondag begint de dienst weer om 9:30 en dan zal dat de startdienst zijn van het nieuwe seizoen. En die zal in deze kerk plaatsvinden en die zal onder leiding zijn van dominee Rob Poesia. En daarna zal de gemeentedag plaatsvinden bij de boerderij van familie Williams, voor degenen die zich hiervoor hebben opgegeven. Over 2 weken zal dominee José van de Putten uit Wemeldingen voorgaan in de dienst. Op donderdag 23 september om 7:30 zal er een gemeenteavond worden gehouden, waarin de kerkenraad u bijpraat over verschillende belangrijke onderwerpen en waar u ook zaken aan de kerkenraad kan meegeven. De agenda van die vergadering die treft u aan met de kerkbodem. De kerkenraad hoopt op een grote opkomst. En we beginnen zo dadelijk de dienst met het zingen van Psalm 91a, de versen 1 en 3. En ik vraag u voor zover mogelijk deze psalm staande te zingen. De kerkenraad wenst u een goede dienst. Onze hulp is in de naam van de Heer, de Heer die hemel en aarde maakte en die trouw is voor eeuwig. Nooit laat Hij los wat zijn hand begon. En zo mogen we elkaar ook groeten. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. We bidden ons drempelgebed. God, u bent er. Om ons heen, in ons, naast ons,
En in dat geloven, dat vertrouwen zijn we hier. Dat u ons omgeeft met uw liefdevolle trouw. Laat ons opengaan voor uw Heer, zoals een bloem voor de zon. Door Jezus Christus onze Heer. Amen. We zingen lied 216. We denken aan natuurgeweld wat er altijd weer is, de orkaan Aida en alle verwoesting daar. Mensen die toch weer in alle ellende daar elkaar moeten loslaten en verliezen in die rampen. Heer, geweld, ver weg, maar soms ook zomaar opeens vlak bij huis. Jonge mensen die elkaar met messen te lijf gaan. Wat een waanzin, God, in wat voor wereld leven wij. We denken aan ouderen, waar niemand naar omkijkt. Alleen, soms zelfs met het gevoel van waarom ben ik er eigenlijk nog? We bidden u om al die eenzaamheid die er is. En dan denken we, God, als u er niet was, wat moesten we dan? Als u er niet was, God, dan was er geen hoop. Waar anders zouden wij ons aan moeten vasthouden dan aan u, onze God, uw liefde, sterker dan alle dood, alle ziekte en alle waanzin. Zo bidden wij u, Heer, ontferm u over ons.
De profeet Habakkuk roept het in zijn boek op een gegeven moment uit. Al zal de vijgenboom niet bloeien, al zal de wijnstok niet voortbrengen, al zal de oogst van de olijftoorn tegenvallen, al zal er geen koren op de akker staan, er zal er geen schaap meer in de kooien zijn en geen rund meer binnen de omheining, toch zal ik juichen voor de Heer, jubelen voor de God die mij redt. God de Heer is mijn kracht. Zo zingen wij lied 867 vers 1 als lofprijzing. Prediker 1, vers 1 tot en met 11. Hier volgen de woorden van Prediker, zoon van David en koning in Jeruzalem. Lucht en leegte. Lucht en leegte, zegt Prediker. Lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven? Al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon. Generaties gaan, generaties komen, maar de aarde blijft altijd bestaan. De zon komt op, de zon gaat onder en altijd snelt ze naar de plaats waar ze weer op zal gaan. De wind waait naar het zuiden, dan draait hij naar het noorden. Hij draait en waait en draait en al draaiend waait de wind weer terug. Alle rivieren stromen naar de zee, toch raakt de zee niet vol. De rivieren keren om, ze gaan weer naar de plaats van waar ze komen en beginnen weer opnieuw te stromen. Alles is vermoeid, zozeer dat er geen woorden voor te vinden zijn. De ogen van de mens kijken en vinden geen rust. Zijn oren horen en ze blijven horen. Wat er was, zal er altijd weer zijn. Wat er is gedaan, zal altijd weer worden gedaan. Er is niets nieuws onder de zon. Wanneer men van iets zegt, kijk eens, iets nieuws.
dan is het altijd iets dat er sinds lang vervlogen tijden is geweest. De vroegere generaties zijn vergeten en ook de komende zullen weer worden vergeten. We zingen lied 942 vers 1 en 2. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in warmsreden zucht en lijdt. En dat niet alleen. Ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Lied 807 zingen wij nog vers 1, 2 en 6. Thank you.
gemeente van onze Heer Jezus Christus. Vandaag ontmoeten we een man die wij gewend zijn de prediker te noemen. Maar het is wel een heel apart soort prediker met heel vreemd soort preken. Erg vrolijk word je er doorgaans niet van. Binnen de Bijbel is hij eigenlijk ook een eenling, een zonderling. Maar hij intrigeert me wel mateloos, omdat hij dingen zegt die ook zo over ons gaan en over dingen gaan die je soms zelf ook denkt. Zoals zijn boek begint alleen al. Alles is niets, lucht en leeg. Ijl en vlucht, er zijn allerlei verschillende vertalingen gemaakt van diezelfde woorden. Vroeger hadden we het over ijdelheid der ijdelheden. Letterlijk staat er een woordje wat zoiets betekent als damp, lucht. Je blaast er even tegen en pst, het is zomaar weg. Alles is eigenlijk niks. En dan vervolgt het hoe alles damp is, alles zinloos is, nietig is en vluchtig. Kijk nou, zegt prediker, je ziet het toch elk uur van de dag, de dingen gaan, de dingen komen. Rivieren stromen naar de zee raakt nu vol en opnieuw de rivieren. Het is een soort cirkelloop van dingen waar geen einde aan komt in de natuur. En onder de mensen, generaties komen, generaties gaan. De zon gaat op, de zon gaat onder. Waarom doe ik eigenlijk alles wat ik doe? Wat heeft het voor nut? Wat levert het op? En wat gebeurd is, in de geschiedenis gaat weer gebeuren. Nooit gebeurt er wat nieuws. En laten we eerlijk zijn, zijn waarnemingen kloppen ook. Dat merken we, dat zien we. Dat voelen we zelf ook iedere dag zo. Het kwaad in de wereld. Wat maar niet ophoudt en nooit voorbij gaat. Het mag dan nu wel een ander gezicht hebben dan vroeger. Maar in wezen is het allemaal hetzelfde. Wat is het vreselijk vermoeiend, zegt prediker. Oorlogen. Conflicten, moord en doodslag, mensen die elkaar de meest vreselijke dingen aandoen. Het is nu anders dan in de middeleeuwen. Hoewel, als je vandaag dingen ziet en hoort uit Afghanistan, is het werkelijk zoveel anders dan in de middeleeuwen. En de ene natuurramp is nog niet voorbij of de volgende komt er weer aan. Mensen gaan, mensen komen. Wij zijn gekomen en we gaan ook weer. En wie zal er na enige tijd, zegt prediker, dan op heel veel lijn, wie zal er nog ooit weten dat jij ooit hebt bestaan na verloop van tijd? Een hele rare, bittere gedachte, er komt er een moment dat op deze wereld niemand meer weet dat er een Jan Nauta of vul je eigen naam erin ooit bestaan heeft. Almachtig, wat een onuitstaanbaar verhaal eigenlijk. Wat moet dat nou in de Bijbel, vraag je af? Hebben we dan in het geloof geen beter verhaal? Stel dat dat vandaag mijn preek was. Ja, of ik daarmee weg zou komen, weet ik niet. Kijk, wat wij geneigd zijn om te doen, dat is, ik doe dat zelf ook, predikers woorden proberen weg te masseren tot iets mooiers, iets beters. Of we vallen hem in de reden en we zeggen, ja maar, dat en dat en dat, terwijl hij nog lang niet is uitgepraat. Beste prediker, het is waar wat je zegt, maar wij weten natuurlijk meer. Wij weten ook van Jezus. En dat is wat ik zelf ook meteen zou willen zeggen. En je ziet dat ook in allerlei Bijbelcommentaren gebeuren. Er zijn ook mensen die prediker vooral vanuit de historie, vanuit zijn tijd proberen te benaderen. Prediker zeggen ze, en daar zit ook zeker veel in, moet je verstaan, vanuit zijn historische achtergrond. Wat hij doet, dat is zich ook verzetten tegen de verhalen van zijn wijsheidsleraar. Hij verzet zich tegen een bepaalde vorm van geloven, die in die tijd wel gangbaar was, die alles ook wel verklaren kon. Die ook alles wist over wat God wel doet en wat God niet doet. Wat God wil en niet wil. Ze wisten het allemaal zo precies, zijn wijsheidsleraren. Maar misschien kent u die ook wel, mensen die u van
van alles weten te vertellen over God, wat God in deze wereld doet en waar wie bepaalde dingen een bedoeling heeft. Waarom hoor je ook wel mensen zeggen, God een coronapandemie over de wereld stuurt om ons daar iets mee te leren. Van alles weten ze over God. En ze weten er een mooi kloppend systeem van te maken. In die wereld leefde Prediker al. Maar Prediker gelooft daar allemaal niets van. Hij schrijft God niet af, laten we wel weten dat heel duidelijk zijn. Hij schrijft God niet af. Maar hij zegt, ik begrijp het gewoon allemaal niet. God is echt ondergronden. Je kunt Prediker ook als psycholoog benaderen. Natuurlijk, Prediker, je hebt veel meegemaakt, dat begrijp je wel. Je bent levensmoe, je bent burn-out geraakt. En natuurlijk meen je het eigenlijk allemaal niet zo kwaad. Ga er een tijdje tussenuit, ga op vakantie, neem een sabbatical. Maar zo zijn we nog niet met Prediker klaar. Ooit was het voor mij, dat is echt al jaren geleden, een eye-opener, toen ik een oud boek van Miskotten las, die ook dat verhaal van Prediker probeert te verstaan. En die dat verhaal van Prediker, die woorden van Prediker, zet naast dat stukje uit de brief van Paulus, wat we net gehoord hebben aan de Romeinen, over de schepping, die zucht, bij mensen die zuchten in verlangen naar voltooiing. Miskotten die in zijn autoclassieke taal dan zo mooi uitroept, wee ons wanneer wij al tevreden zijn, zegt hij, terwijl de geest van God nog kreunt over deze wereld. Weet je wie daar moeten in Prediker, hoor ik hem zeggen, niet een zwak en twijfelend levensmoe mens. Nee, we ontmoeten hem een man die verschrikkelijk lijdt aan de werkelijkheid van de wereld waarin hij leeft. Aan alles wat niet is zoals het zou moeten zijn, zoals God het heeft bedoeld. Een mens die zich niet neer kan leggen bij wat er allemaal in de wereld gebeurt. Het eindeloze lijden van mensen. Hij kan het niet overgaan tot de orde van de dag als hij op de tv ziet hoe kinderen in honger hem aankijken en daaraan sterven. Hij kan het niet verkroppen, de waanzin van deze wereld, dat jonge mensen elkaar te lijf gaan en met messen neersteken. Dat zomaar opeens jonge mensen sterven. Hij kan het niet verkroppen, deze mooie wereld, deze prachtige schepping die kapot gemaakt wordt. Maar daar gaat het dus om. In die mens ontmoeten we dus niet een pessimist, maar iemand die heel veerkrachtig lijdt aan wat er gebeurt. En daar iets ziet van de geest van God zelf, die kreunt en zucht over deze wereld. God zelf, die lijdt aan alles wat er gebeurt. Die als eerste de onafheid en het nog niet van zijn koninkrijk voelt. Maar voelt u wel, dan ga je Prediker vanuit dat perspectief opeens heel anders lezen. Wie zijn wij om verder te zijn dan de geest van God die nog zucht en kreunt over deze schepping? Gods geest die, zoals het zo mooi staat, voor ons pleit met onuitsprekelijk woordloos zuchten. Hoe zouden wij dan al tevreden zijn? Ga nog even terug naar de tijd van Prediker. Die schrijver, hij doet zich voor als Salomo, dat weet ik. Maar alle bijbelgeleerden zijn het erover eens. En dat kun je vooral opmaken uit de taal, uit het soort Hebreeuws dat hij schrijft. Dat hij geleefd heeft ongeveer 200-300 voor Christus. En dat was een tijd waarin de hele Griekse cultuur en filosofie in het Midden-Oosten al ingang vond. Dat was de sfeer waarin hij ook mensen ontmoette. De filosofen in die tijden zeiden, wat is het leven? Een tragedie. Het gevoel voor het tragische. Maar vooral in die zin dat je bij dat tragische je gewoon uiteindelijk maar moest neerleggen. Met een zekere gelatenheid dat over je heen moest laten komen. Het moest aanvaarden. En op het eerste gezicht heeft Prediker daar wel iets van. Als je hem hoort
steunen en klagen. Alles is zinloos. Alles is vruchteloos. Je zou dan zeggen, het is één grote tragedie. Alleen, prediker, uit die verzuchtingen niet met gelatenheid, maar juist opstandig. Met een soort veerkracht ertegenin. Juist omdat hij in God gelooft. Juist omdat hij een diep vermoeden heeft van een God die het zo anders had bedoeld. Begrijpt u, hij is in zijn skepsis. Juist daarin is hij een gelovige. Hij voelt juist als gelovig mens dat God het zo anders had bedoeld. Dat je te kwaad kunt hebben met het lijden van mensen en van deze wereld. Ik denk eigenlijk dat die vreemde prediker uiteindelijk de wereld zo ervaren heeft als Jezus hem later ook zal ervaren. Jezus die de harde en donkere werkelijkheid van deze wereld niet anders daar doorheen kon komen dan uiteindelijk aan het kruis. In wezen staat prediker met al zijn klachten al aan in de schaduw van het kruis. In de schaduw van die grote uitroep aan het kruis van Jezus. God, waarom hebt u mij verlaten? Het zijn op deze zomerse dag nog wat zwaar geworden dan de mensen dat realiseren. Ons leven kan ook zo'n hele andere kleur hebben. Dat weet ik ook al te goed. Je kunt ook van het leven genieten. Het is niet alleen maar pijn en moeite. Kleine dingen, de natuur is super vreed, maar kan ook zo prachtig mooi zijn. Wat kan ik niet genieten van het mooie Walcheren? Wat kun je niet genieten van kleine kinderen die spelen? Ik was gisteren nog met een paar kleinkinderen op het strand, zo'n beetje aan het keutelen tussen de golven en zo. Nou, dan kun je daarvan genieten. Die kleine dingen die zo ontzettend mooi zijn. En het mooie is dat verderop in het boek ook keer op keer prediker ook juist daarop wijst. Prediker is ook de man van het 11e gebod. Gij zult genieten. U zou het voor de aardigheid nog moeten lezen. Dat boek door dat keer op keer als een rode draad komt ook dat terug. Geniet toch van het leven. Zie niet aan de mooie dingen voorbij. Maar dat is eigenlijk een andere preek over prediker. Vandaag gaat het me vooral om die andere kant van onze machteloosheid met alles wat we niet in de hand hebben. Dat alles gaat zoals het gaat. Je gevoel van wat anders willen, maar niet anders kunnen. Als je onze wereld serieus neemt en ook de belofte van God serieus neemt, dan kun je toch niet anders dan met hem en met Paulus die klacht uit. Daar staan wij nog echt niet boven. We weten soms dat echt niet. Misschien hebt u dat zelf ook wel eens meegemaakt. Wat we bidden moeten. Het kan ook zijn dat de woorden, de gedachten in je keel stokken. Dan heb je geen woorden meer. Ik weet dat nog zo goed uit de periode dat ik veel pastorale gesprekken voerde. Iemand die je dan vertelt wat hem overkomen is. Zo hard, zo wreed, zo onbegrijpelijk, zo ondoorgrondelijk. En die dan zegt, hoe kan ik nou in God geloven? Ik kan niet meer bidden. Dat heeft toch geen zin meer? En wat moest ik dan zeggen? Ik dacht dan wel eens aan die woorden van Paulus die we gehoord hebben. Ik heb het een enkele keer natuurlijk ook wel eens gezegd. Wij weten niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, zegt Paulus. Maar, en dat is dan toch een wonderlijke paradox, in de eerste plaats, zegt Paulus, is het Gods geest zelf die voor ons pleit met woordloos zuchten. Alsof de geest van God zelf ook geen woorden meer heeft. Gods geest zelf die zuchtend voor ons pleit. En voelt u wel, dan is predikers klacht, onze lijden aan de hardheid van het leven in wezen een teken van geloof. Een teken van met en in God zijn. Een teken van in Christus verbonden zijn
in al zijn lijden en met alle fiducie en uiteindelijk toch zijn koninkrijk. Het is dan mooi om te bedenken dat het wekelijkse Kyrie Eleison van ons, dat daarin eigenlijk dus de geest van God zelf bidt. De geest van God, God zelf, u mee roept en bidt. En soms kreunt, God laat uw rijk toch komen. En zelfs als je dat niet meer zeggen kan, als je het niet meer weet, als je geen woorden meer hebt, als elk gebed bij je blijft steken en het eigenlijk alleen maar stil wordt en we geen woorden hebben, dan bidt Gods geest in stilte, in ons, door ons. Gods geest die daar nooit mee zal ophouden tot zijn koninkrijk gekomen is. Amen. We zingen zo lied 910, 1, 3 en 4.
we soms ook helemaal geen woorden hebben. Maar ook omdat we soms stom geslagen zijn door wat er allemaal gebeurt. En we denken aan hoe mensen soms vreselijk moeten lijden. Soms helemaal stil door wat onszelf overkomt. Heer onze God, we voelen dat ook wel zo, wat Paulus schrijft, dat heel uw schepping kreunt en sokt en zucht in verlangen naar verlossing. En u weet het ook, ook onder ons kan dat gevoel zo de kop opsteken, dat je leven zinloos is, vruchteloos, dat het maar gaat zoals het gaat. Heer, wees met ons als ons leven zwaar is. Draag het met ons als het te zwaar is. In onze zorgen om waar we tegenop zien, waar we bang voor zijn. Wees met ons als het leven echt pijn doet. Heer, zo bidden we ook voor Jan Jans en zijn familie. Wees heel dicht bij hem. Wij bidden u voor onze zieken, we kennen ze ook, we hebben er zelf ook soms zomaar mee te maken opeens, dat je leven op zijn kop staat. Heer, wees dan erbij. Wees daar waar de tallozen op deze wereld leven, te midden van angst en geweld en armoede. Heer, we bidden u. Wees daar waar alleen maar wanhoop is. Waar ook geen tranen meer zijn om te huilen. Heer onze God, we bidden u, help ons om ook van die dingen van het leven die zo mooi zijn te genieten. We leven daar zo makkelijk aan voorbij. Maar wat is er veel prachtigs om ons heen en in ons bestaan. Wat kunnen we al blij zijn met een mooie dag dat de zon schijnt. Dat kunnen we blij zijn van een wandeling, van gewoon even een goed moment samen met elkaar. Met dingen die nu weer kunnen, die een hele tijd niet hebben gekund. Een omhelzing, liefde die je voelt, werk wat voldoening geeft, vriendschap. Heer, leer ons dat zien en leer ons genieten van wat er echt toe doet. Heer, zo leggen we ons leven voor u neer. U kent ons, u weet wat er allemaal speelt, wat we soms ook van elkaar niet eens precies weten. Heer, we leggen alles voor u open neer. En we bidden u, hoor ons, zie ons als wij samen stil zijn. Heer, hoor ons als wij samen bidden de woorden die Jezus ons in de mond heeft gelegd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Het slotlied is vandaag lied 823, vers 1, 4 en 5. Thank you.
zegen van God. Draag Gods zegen en draag hem uit. De Heer zij voor ons om ons zijn weg te wijzen. De Heer zij achter ons om ons te bewaren voor de listen van het kwaad. De Heer zij naast ons om ons in zijn armen te sluiten en ons te beschermen tegen gevaar. De Heer zij onder ons om ons op te vangen als we dreigen te vallen. De Heer zij in ons om ons te troosten als we verdriet hebben. De Heer omgeven ons als een beschermende muur, als anderen over ons heen vallen. De Heer zij boven ons om ons te zegenen, vandaag en morgen en alle dagen, tot in zijn koninkrijk.